wel de verantwoordelijkheid, maar te weinig budget. Volgens deskundigen gaat er nog veel mis in de jeugdzorg sinds gemeenten verantwoordelijk zijn. Goedenavond. Ja, fietsen kunnen we allemaal, toch gaat er bij wielrenners wel eens wat mis. Het is tijd voor een lesje. Smal! Achter! Smal! En een jong talent tijdens het NK Zijspancross in Harfsen. Vanaf mijn 3,5 jaar is dit al bij mij opgegroeid. En ja, elke keer een stapje hoger. Wachten. Een enorme bureaucratie en grote regionale verschillen. Dat is volgens twee deskundigen de stand van zaken in de jeugdzorg 9 maanden nadat de gemeente er verantwoordelijk voor werd. De twee deskundigen waren vanmorgen te gast bij het TV Gelderland programma In Gelderland Live. Er werd al voor gevreesd in de aanloop naar 1 januari 2015. De overheveling van jeugdzorgtaken van het Rijk naar gemeente zou problemen opleveren. En terwijl er nu, 9 maanden later, best dingen goed gaan, gaat er ook veel fout. Het grootste probleem is het budget. Je kunt niet hetzelfde doen met minder geld. Dat kan gewoon niet. Dus nee, de gemeentes doen het niet goed, maar daar kunnen ze niet zo heel erg veel aan doen, want ze krijgen gewoon minder geld. Maar ook de enorme bureaucratie en versnippering zijn een groot probleem. Er is echt heel veel bureaucratie ontstaan en ook de toegang is nog niet overal goed geregeld. Voor ouders en ook wel voor hulpverleners heel onoverzichtelijk geworden, dat is een feit. Wat betekent dit allemaal voor jongeren die zorg nodig hebben? Volgens de deskundigen zijn er grote verschillen in welke hulp jongeren krijgen en hoe snel hulp beschikbaar is. In sommige gemeenten is er een wachtlijst voor de psychische zorg van 3 of 4 maanden, in andere maar 1 week of 2. Zorgelijker wordt het als kinderen niet op tijd hulp krijgen. Meer kinderen worden in crisis aangemeld. Wat de betekenis daarvan is, weten we niet, maar mogelijk is zorg toch te laat voorhanden. En er wordt ook vrij snel naar zwaardere vormen van zorg gegrepen, terwijl dat nou juist niet de bedoeling was. Dus kinderen krijgen wel hulp, maar of het de juiste hulp is, dat is nog maar de vraag. Gevraagd naar oplossingen zien beide deskundigen vooral mogelijkheden in het verbeteren van de communicatie tussen alle spelers in het jeugdzorgveld. Volgens mij moeten we niet te veel investeren in allerlei bureaucratische vehikels, maar moeten we zorgen dat het contact tussen de hulpverleners onderling nog makkelijker wordt. Ongelukken, valpartijen en ruzie met medeweggebruikers. Veel wielrenners kunnen erover meepraten. Ieder jaar raken duizenden toerfietsers gewond bij een aanrijding. Maar ook veroorzaken ze zelf ongelukken door zich niet aan de regels te houden. En dus werd het volgens de Nederlandse Toerfietsunie tijd voor actie. Instructeurs van de NTFU zijn dit seizoen begonnen met het opleiden van zogeheten wegkapiteins. En vandaag gebeurt dat bij wielerclub Wenters in Winterswijk. 14 leden van de club hebben zich aangemeld voor de cursus. We leren ze vooral om te kijken van hoe ga je met de groep om, hoe ga je straks die groep aansturen en ja, hoe kom je met elkaar vriendelijk over en hoe let je op het verkeer en je zorgt ervoor dat alles ja, zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd. De veiligheid staat dus voorop, want het gaat nogal eens mis op de Nederlandse wegen. De fietsers in Nederland staan niet heel erg positief te boek nu. En wij willen als fietsers daar gewoon wat aan doen. Na een ochtendje theorie gaan de cursisten samen met de instructeurs de weg op. Tegen. Een van de belangrijkste taken van de wegkapitein is het geven van duidelijke aanwijzingen. Smal. Achter, smal. Achter, smal, voor, tegen en paaltje. Iedereen in de groep moet dan weten wat ze moeten doen. En halverwege de rit wordt er even gestopt. En dan blijkt dat de deelnemers nog veel kunnen leren. Denk ik wel. We zijn nu 5 kilometer onderweg en ze hebben al 2 keer stilgestaan. Met toch wel weer goede aanwijzingen van Henk. Dus ja, ik denk, laten we straks maar weer een keer verder gaan. Anders komen we niet voor donker thuis. En inmiddels heeft Toerfietsunie in het hele land al ruim 250 wegkapiteins opgeleid. Hij is nog maar 12 jaar oud, maar Joost Elvers heeft nu al naam gemaakt met zijn strijd tegen zwerfafval. Zo was Joost de jongste spreker ooit bij TEDx Youth Conferentie in Amsterdam. En vandaag, tijdens het weekend van de wetenschap, deed Joost zijn verhaal in het Watermuseum in Arnhem. Je kan hem met je handen oppakken, of je krijgt hem later op je bord. Dan pak je hem met je mond op. Meer keuze heb je niet. Een pop-up wetenschapper. Zo noemen ze een jonge bolleboos die tijdens het weekend van de wetenschap zijn verhaal doet. En Joost heeft een bijzonder verhaal.
Hij heeft een simpele oplossing voor een moeilijk probleem. Het probleem van de plastic soep in onze oceanen. Als wij bijvoorbeeld met heel Nederland elke dag één stukje op zouden ruimen, dan zou het hele plastic probleem en al het plastic dat nu op straat ligt zo verholpen zijn. Want al het plastic komt, als het niet wordt opgeruimd, uiteindelijk in zee terecht. Je maakt volgens Joost een begin wanneer je ervoor zorgt dat er in ieder geval niet meer afval bij komt. En dat idee komt aan. Het idee is natuurlijk heel briljant dat je met zo weinig te doen dat zou kunnen oplossen. Ik geloof dat als iedereen overtuigd is van dat idee, dan gaat dat helpen, ja. Je gaat vandaag zelf een begin maken. Nou, je wordt wel aangespoord zo, ja zeker. Ja. Vele handen maken lichtwerk, is de gedachte die hier weer achter ligt. De Graafschap aaste op een stunt, maar kon het niet waarmaken tegen Feyenoord. Zo meer sport, ook over bijvoorbeeld dressuurrijden. In Spijk is vanmiddag een paard met een huifkar op hol geslagen. Het paard hoorde een brommend geluid op de Spijkse dijk en ging er met huifkar en al vandoor. De wilde rit eindigde in de berm langs de dijk. Politie en brandweer rukten uit om hulp te verlenen. Maar gelukkig konden de twee inzittenden zonder verwondingen naar huis. Een man van 28 uit het Brabantse Werkendam is vannacht verongelukt bij een eenzijdig ongeval op de N848 in Vuren, gemeente Lingewaal. Rond 4:15 sloeg de bestuurder over de kop met de auto op de zijving. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De man zat alleen in de auto. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. Stoere Mustangs, klassieke Cadillacs en custom cars. Liefhebbers van Amerikaanse auto's moesten dit weekend wel in Putten zijn voor het All American Weekend, een internationale meeting van Amerikaanse auto's en trucks. Ja, wat is het dan mooier om even die motor te laten ronken. Alleen vandaag al waren er 350 Amerikanen te bewonderen op Strandpark Nulde, waar de meeting werd gehouden. Internationale deelnemers, ze kwamen zelfs vanuit Noorwegen met hun klassiekers naar Putten. Morgenochtend dan vertrekken de laatste weer naar huis. Nog meer motoren en ook heel veel modder en oorverdovend geluid vandaag in het Achterhoekse Harfse. Daar vond namelijk het Open Nederlands Kampioenschap Zijspancross plaats. Een van de kanshebbers is de Gelderse Koen Hermans en hij is nog maar 18 jaar oud. Ja, ik ben de jongste deelnemer en ja, dat is altijd het mooiste. Word je ook een beetje onderschat door de oudere deelnemers? Dat ze denken, dat jochie. Ik denk dat die er wel zijn. En persoonlijk hoor ik dat hier en daar wel. En ja, dat is altijd wel een mooi gevoel. Jij zit ernaast en ben jij dan een beetje de oudere broer of de vader, moet ik het zo zien? Nou, doe maar een oudere vriend. Is het een talentje? Ja, ik denk het wel. Ja, vanaf mijn 3,5 jaar is dit al bij mij opgegroeid. En elke keer een stapje hoger. Toen ik 3,5 was, speelde ik met Lego. Ja, vroeger heb ik dat ook gedaan, maar het is gewoon al in bloed dat ik zijspancross ga doen. En Koen Hermans is 50 geworden tijdens het kampioenschap Zijspan. En nog meer sport. Mooie duels bij het voetbal vandaag. Laten we beginnen met Vitesse. Ja, die hebben toch een roerige week achter de rug. Hoe was de wedstrijd tegen FC Groningen? Ja, was zeer vermakelijk met goed agressief voetbal van Vitesse. 5-0 maar liefst werd het. En eens te meer blijkt dat Vitesse in het eigen Gelderdoom bijna onverslaanbaar is. Peter Bos gewoon op de bank in afwachting van het hoge beroep tegen een dreigende schorsing. En het ging vanmiddag weer eens over voetbal. Vitesse speelde sterk met ook nog een goal van een speler uit de eigen jeugd. Kevin Dix, hij maakte de 3-0. Vitesse wint met 5-0, jij scoort. Dit is een lekkere middag. Ja, dat is mijn eerste doelpunt. Ik mag vaak met hoekschoppen mag ik mee. Alleen was het dichtbij telkens, maar nu schiet ik hem binnen. 5-0 tegen Groningen. Ik kan me voorstellen dat je erg tevreden bent. Ja, nee, het gaat om winnen en dat hebben we vandaag gedaan en op een overtuigende manier. Je had ook wel een beetje geluk, hè, met al die ballen op de lat en de paal. Ja, geluk ding je af, hè, zeggen ze. En misschien zit het nu even mee en het is leuk, is lekker. 5-0 gewonnen, nu nog even die tuchtzaak winnen. Dat is geloof ik de eerste wedstrijd die we gaan spelen, hè? Ja.
Ja, en dan van Vitesse naar De Graafschap. Dat speelde vanmiddag op een bomvolle Vijverberg in Doetinchem tegen topclub Feyenoord. Vaak zijn dat wedstrijden garant voor spektakel. En ook vanmiddag hing een sensatie in de lucht. De Graafschap speelde goed, zeker in de eerste helft. Kwam met 1-0 voor, maar moest uiteindelijk toch buigen en het verloor met 2-1. Ja, we doen onszelf echt tekort. Als je de wedstrijd ziet, ik denk dat we heel veel mogelijkheden gehad hebben vandaag. En ja, je ziet het, weer een terugkerend verhaal. Wij scoren niet en zij scoren wel. Het is balen dat je uiteindelijk weer met lege handen staat. Maar we hebben een goede pot gespeeld en het mocht niet baten. We hebben het niet over streep kunnen trekken. Ja, het is nou 8 wedstrijden volgens mij dat we hebben gespeeld. Dus ja, het moet wel verandering komen, want anders wordt het gat veel te groot. Ja, en De Graafschap blijft op de laatste plaats. Gaan we terug naar zaterdagavond. NEC is naast Heracles Almelo misschien wel de revelatie van het seizoen. Gepromoveerd en nu knap 7e in de eredivisie. En NEC veegde ADO Den Haag met 4-1 van het veld in een uitverkochte Goffert. Tweede helft zeer indrukwekkend met als hoogtepunt de omhaal van Christian Santos. Ja, richtig. Verrückt, ja. Ja, schönes Tor, das 2-1. Bin überglücklich, dass ich den so getroffen habe. Ja, das war Blitzsekunde. Ich dachte so, ich muss jetzt hochspringen und den so nehmen. Und ja, glücklicherweise treffe ich ihn so gut. Ja, und der ist drin. Ja, ich kann nicht anders sagen, dass dit tot alle Tevredenheit stemt. Ja, het is aan onze taak om dit hetzelfde vastzien te houden. Het zal niet makkelijk zijn, maar daar trainen we elke dag hard voor. Dus ik ben daar van overtuigd dat we dit vast kunnen houden. Ich fühle mich auch besser auf dem Platz, weiß ein bisschen die Räume zu nutzen. Ja, und dann kommen die Tore von alleine. En dan paardensport. Hij hoopt ooit net zo goed te worden als Edward Gal, de Olympisch medaillewinnaar uit Oosterbeek. Mark van der Donk uit Terschuur, en ik heb het over dressuursport, timmert behoorlijk aan de weg. Samen met zijn vriend runt hij een prachtige manege en daar hoopt hij zijn doel te bereiken. Op een schitterend landgoed in Terschuur bij Barneveld oefent Mark van der Donk. De pas 26-jarige dressuurruiter rijdt al op Grand Prix niveau. Zijn partner Robert Roel is min of meer zijn manager. En samen runnen ze hier een manege. We hebben op het moment een aantal paarden staan die we klaarmaken voor de dressuursport. Jonge paarden. En doen we op deze accommodatie hier. Op deze topmanege geven Mark en Robert Roel ook les en trainen ze paarden van anderen. Met de opbrengst daarvan kan de basis gelegd worden voor de dressuurcarrière van Mark. Een jonge ruiter met talentvolle paarden. Dit is Alaris. En die heb ik toevallig vorige week voor de eerste keer pas meegehad. En die ben ik nu gewoon op mijn gemakje aan het klaarmaken om straks eigenlijk het zwaardere werk te gaan doen. Over 4 jaar wil Mark echt op topniveau meedoen. Dat is de droom van deze twee mannen. Die ieder hun eigen taak hebben om dat te verwezenlijken. Mark doet het rijden en lesgeven en ik probeer zo goed mogelijk de rest te doen. Ja. En die rest, wat is dat dan allemaal? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af, maar ik ben de hele dag ermee bezig. Dat is een serieus antwoord. Ja, en tot slot tafeltennis nog. Li Jie uit Arnhem stond vanmiddag in de finale van het EK in Yekaterinburg in Rusland. Tegenover de Roemeense Elisabeth Samara. 7 games waren nodig, maar uiteindelijk verloor Li Jie. Zij pakte dus het zilver. Ook niet gek natuurlijk. Zeker niet. Richard, we zijn weer op de hoogte. Dankjewel. Gaan wij nog naar het weer. In Wageningen staat Britta van Gent. Ja, de dag begon vandaag op heel veel plaatsen met flink wat mist. Soms ook zeer dichte mist, waarbij de zichten terugliepen tot minder dan 50 meter. Dat was echt verkeersbelemmerend. In de natuur zag het er prachtig uit, mooie mistvelden. En die trokken maar heel langzaam op. Pas tegen het middaguur zo'n beetje was het echt allemaal helemaal verdwenen in de provincie. En toen kwam uiteindelijk het zonnetje er mooi bij. Nou, hier zien we die mooie opklaringen nog. Een paar wolkenveldjes vanuit Duitsland. En deze hele zone die komt nu langzaam onze kant op. En dat gaat uiteindelijk toch echt het einde betekenen van dat fraaie nazomerse weer. Nou, vanmiddag nog echt mooie brede opklaringen. Ook vanavond is dat nog het geval. Al gaat er wel heel snel weer wat mist en nevel ontstaan. En in de loop van vannacht schuift dan vanuit het zuiden geleidelijk bewolking over de provincie. En dan lost die mist grotendeels weer op. De temperatuur die daalt tot ongeveer 9 graden bij heel weinig wind. En morgen ja, dan toch ook weer tamelijk veel bewolking. Ik denk zelfs in de loop van de dag een enkel spatje regen al. De meeste plaatsen echter droog. En tussendoor soms ook nog echt mooie brede opklaringen. Dus het is echt een beetje een mengelmoes van wolkenvelden en soms ook wat zonneschijn. Pas echt later in de middag, begin avond, komt een wat actievere regenzone opzetten.
Temperaturen daarbij rond 17 graden, misschien lokaal net 18 graden. Niet al te veel wind vanuit zuidoostelijke richtingen, meest matig van kracht. En dinsdag dan, dat is echt een beetje een buiige dag. Lokaal ook met onweer. Temperaturen lopen nog wel op tot zo'n 19 graden. En vanaf woensdag wordt het dan geleidelijk weer wat rustiger. Dan komt de zon er ook weer wat vaker bij, maar het is wel fris. En dit was Gelderland Vandaag. We begonnen met de jeugdzorg. Dat loopt volgens deskundigen nog verre van vlekkeloos, nu gemeenten verantwoordelijk zijn. En luister deze week naar Radio Gelderland, want dan kunt u zo'n radio winnen. Het is een DAB Plus radio en daar kunt u digitaal radio mee luisteren. Nog een heel fijne avond.